Hoi allemaal, zoals je misschien kunt zien aan de titel heb ik weer een shoplog voor jullie. En dit keer een verhuisshoplog. Dit is deel 1 van mijn verhuisshoplog. Er gaan nog meer shoplogs komen waarin ik laat zien wat ik allemaal heb gekocht voor ons nieuwe huis. Zoals je misschien nog niet weet is dat wij gaan verhuizen. Tenminste, mijn vriend en ik gaan naar een nieuwe woning toe verhuizen per 17 december. Dus dat is al vrij snel en nu op het laatste moment ben ik nog wat dingetjes aan het kopen voor het nieuwe huis. Ik heb bij de Action en bij de Hema wat leuke dingen gekocht en het leek me wel leuk om dit aan jullie te laten zien. Alsjeblieft hou er rekening mee dat de belichting niet echt super is in deze video. Het is buiten heel erg grauw. Ik heb gewoon mijn lamp aangezet en het is ja, 2 uur 's middags en het is gewoon al bijna donker. Dat komt gewoon omdat het regent constant en het is heel erg stormachtig. Dus hou daar een beetje rekening mee. Ik ga jullie nu gewoon lekker laten zien wat ik heb gekocht bij de Action en bij de Hema. En ik hoop dat jullie het leuk vinden en ik wens jullie veel plezier met kijken. Het eerste wat ik heb gekocht is dit grote mandje hier. Het is van de Action en deze is eigenlijk voor buiten. Maar ik denk dat ik hem voor binnen in huis ga gebruiken om gewoon ja, wat prulletjes in te stoppen. Die bijvoorbeeld ja, blokken hout of zo. Dat vind ik wel heel erg leuk eruit zien. Hier staat Home op de voorkant. En het is een heel mooi, ja, beetje grijzig mandje, rieten mandje. Deze kon ik niet laten staan, want ik vind het een hele mooie kleur. En ons interieur zal voornamelijk een beetje met grijs tinten zijn en aardetinten. Dus deze past daar wel heel erg goed bij. Dan kocht ik ook nog 2 andere mandjes. En die hebben een beetje hetzelfde design. Zijn ook grijs en die hebben een stofje, lichtgrijs stofje. En hiervoor staat storage. Dus je ook leuke dingen in bewaren, bijvoorbeeld ja, prulletjes die je hebt of pennen en weet ik veel, rommeltjes. 2 van gehaald, dus 2 leuke mandjes. Gewoon heel erg leuk om dingen in te bewaren. Ik kocht ook deze verlichting en het zijn allemaal kleine bolletjes met witte bedrading of nou ja, transparante bedrading. En er zitten zilveren bolletjes aan en hele kleine pareltjes. Ik zal ook eventjes laten zien hoe het eruit ziet als ze aan zijn. Het ziet er dan dus zo uit. Dat is echt super schattig. Het volgende wat ik heb gekocht bij de Action is dit plaid. Dit is een hele grote plaid. In een beige kleur. En het lijkt wel alsof zeg maar, de print van dit kleed een beetje een soort van ja, roosjes heeft. Super zacht kleed. Voor op de bank of voor op bed. En hij is ook heel erg groot. Dus... En ik weet dat deze uit mijn hoofd dat deze 11,95 kost. En dat is echt niet duur. Want bij de H&M heb je bijvoorbeeld plaids, dezelfde plaids voor 60 euro. Dus dat is echt een heel erg verschil in prijzen. Maar ik heb hem gewoon meteen meegenomen. Want ik zag ook dat hij heel snel uitverkocht was. Want dit was de laatste die er lag. En steeds als ik daar ben dan is alles uitverkocht. Dus als je die wilt halen, haal hem dan snel. Want ik denk dat ze echt heel erg snel gaan. Vooral nu in de winter. Maar ik heb hem in de kleur ja, een beetje een witte beige crème kleur gehaald. Echt super leuk. En deze komt dan waarschijnlijk op de nieuwe bank. Dus ja, die heb ik ook meegenomen. Bij de Action zijn deze, ja, is deze decoratie. Het zijn leuke ja, hout elementjes die je bijvoorbeeld over een kaarsenplateau kunt strooien. En dan kaarsen ertussenin kunt zetten. Daar heb ik er meteen 2 van gehaald. Zodat ik bijvoorbeeld een groot kaarsenplateau daarmee kan versieren. Of dat je bijvoorbeeld een bakje hebt en die deze... Die dit hier daarin stopt, zodat het er gewoon heel erg leuk en gezellig uitziet. Dan heb ik ook nog bij de Action deze 2 schattige vaasjes gehaald. Of nou ja, vaasjes. Ja, ik denk dat ik het graag gebruik als vaasjes. Maar op beide flesjes, het zijn eigenlijk meer flesjes, lege flesjes. Op beide flesjes staat een leuke tekst. Op deze staat met een witte tekst. Staat remember yesterday, dream about tomorrow and live today. Dus dat vind ik wel een hele leuke tekst. En dan staat er nog een hartje bij. En deze met een zwarte tekst. Daar staat a good life is a collection of happy moments. Die vind ik ook heel erg leuk. En dan heb ik ook nog deze geurkaars gehaald van Airwick. Dit is de vanille en orchidees variant. Deze ruikt super lekker en dit is de enige kaars die mooi is. En die ook nog eens lekker ruikt. Deze is gewoon ja, beige kleurig en die ruikt lekker naar vanille. Dus, en als ik deze aanzet dan ruikt ook het hele huis ernaar. En hij is zeker goedkoper dan in de winkel. Dus bij bijvoorbeeld de Albert Heijn heb je ook Airwick kaarsen geloof ik. En daar is hij echt een stuk duurder. Dus haal ze bij de Action, want daar zijn ze echt betaalbaar. Deze 2 kaarsenhouders gehaald. Hier staat op Candle en hier staat op Love. Dus die heb ik ook meegenomen. Heb ik ook nog een heleboel losse kaarsen gewoon gehaald bij de Action. En dit kan ik gewoon tussendoor af en toe nog wel eens halen. Maar ja, ik dacht ik neem er toch een shoplog op. Dus dan laat ik ook meteen zien welke kaars ik heb gehaald. Hier is deze cinnamon, appel cinnamon kaars.
Ik vind de kleur hiervan gewoon heel erg mooi. Hij is gewoon ja, een beetje touwkleuren. Dat is ook nog wel mooi meegenomen dat hij naar appel en kanaal. Ook gewoon nog een sfeerkaars in deze beetje bruinige kleur. Dat vind ik ook heel erg. Dat heb ik ook gehaald. Het is dezelfde kleur als die vorige, alleen dan in de lange variant. Dan ook nog een vanillekaars. Hierop staat vanille, dus dit is de vanille variant. En deze ruikt ook heel erg lekker. En de kleur is ook beige, dus dat staat ook mooi bij de andere tinten die ik heb gekocht. Nog een beetje een touwkleurige. Deze is ietsjes lichter dan de vorige. Maar deze is ook heel erg mooi. Heb ik ook nog deze twee kaarsenhouders gekocht. En dit zijn, ja, ze zijn allebei hetzelfde. Grijs, vervaagd grijs. Zijn ze hierop als tekst. Home is where the heart is. Dus dat is echt heel erg leuk. En dan in gaatjes. Dus als je hier een kaarsje inzet, dan zie je waarschijnlijk die tekst op de muur weer kaatsen. Dus dat vond ik wel heel erg leuk. En ja, leuk bedacht ook. En het is wel leuk dat je dan door die spleetjes, die gaatjes die erin zitten, de verlichting er doorheen ziet komen. Dus die heb ik ook gehaald. Ik heb ook nog gewoon twee simpele kaarsenhouders gekocht. Deze zijn gewoon helemaal wit. Heel erg simpel. Maar ik hou wel van dit soort houdertjes. Omdat ik vaak ook losse kaarsen koop. Die ik dan gewoon in subtiele kaarsenhoudertjes wil stoppen. Dus dat zijn die. Dan heb ik ook nog dit ontzettend leuke kaarsenplateau. Deze is ongeveer een halve meter lang. En hij is een beetje grijzig. Echt, ja, echt heel erg mooi vind ik hem. Mooi voor op een salontafel of voor bij de bank. De tafel bij de bank. Dus ja, ik heb wel helemaal geen zin om dit te gaan versieren met kaarsen en decoratie. En dat was eigenlijk alles wat ik heb gekocht bij de Action. Dan heb ik nog drie dingetjes gekocht bij de Hema. Of nou ja, eigenlijk heeft mijn moeder het voor me gekocht. Maar ik wilde het toch even laten zien in deze video. Omdat ik het heel erg leuk vind. Allereerst dit, deze snijplankjes. Dit is een grijze snijplank en dit is een witte snijplank. En het handige is dat ze echt super dun zijn. Super handig dat het zo plat is. En neemt dan niet veel ruimte in beslag. Je kunt het gewoon eigenlijk op de keuken laten liggen als het ware. Nu heeft mijn moeder ook dit hart voor me gekocht. En deze is ook van de Hema. Hij rimkelt een beetje, dus het lijkt me wel leuk om deze bijvoorbeeld op de deur te hangen. Dat vind ik wel heel erg schattig, op de voordeur. Het heeft hele schattige kleine witte bolletjes en een strikje aan de bovenkant. Dus je kunt het zo heel leuk ophangen. Dan heb ik ook nog een set met handdoeken. We hebben een keuken met zwart-wit en voor de rest is ons huis heel erg simpel. Witte muren en een zwarte vloer, dus ja, heel erg handig omdat dit er gewoon goed bij past. En deze zijn ook van de Hema. En dan heb je een setje van een paar theedoeken en een paar handdoeken. Dus die heb ik dan ook weer meteen voor de komende tijd genoeg. En dat was eigenlijk alles wat ik heb gekocht bij de Action en bij de Hema. Ja, ik ga nu gewoon echt helemaal los omdat het eindelijk een huis is van mijn vriend en mij samen. Dus we kunnen gewoon lekker inrichten naar onze smaak. En ik heb er echt super veel zin in. Dus je kunt zeker nog veel meer verwachten de komende tijd. En ik zal ook wel eens gaan vloggen. Tijdens de verhuizing, zodat jullie ook een beetje mee kunnen pikken van het, ja, hoe het allemaal gaat. En ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. En natuurlijk duimpjes omhoog als jullie deze video leuk vonden. En als jullie er ook naar uitkijken om meer verhuisshoplogs te zien, dan hoor ik dat graag. En ja, vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!